foto's van hun afgetrainde lichaam. Bij sommige jongens leidt dit tot grote onzekerheid en zelfs een gevaarlijke eetstoornis. Jorjen Neumann is daar een voorbeeld van. In de documentaire Ziek Gespierd vertelt hij zijn verhaal. Een normaal mannelijk lichaam is met een sixpack. Dat hoort, anders ben je geen man. Toen dacht ik, als ik aandacht wil krijgen, dan moet ik misschien zorgen dat ik ook een sixpack heb. Beetje bij beetje ben ik daarin doorgeslagen. Sinds 2013 ben ik gediagnosticeerd met een eetstoornis. Ik krijg ook best wel vaak de opmerking dat ze mijn lichaam als een droomlichaam zien. Waar ik wel een beetje van schrok was een jongen van 10 jaar die mij een bericht stuurde. Ik wil mijn vet kwijt bij mijn buik. 10 jaar. Hele strakke gespierde lichamen. Ik denk dat ik dat als referentie heb genomen. Ja, Jorjen is bij ons. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Fijn dat je hier wilt zijn. Je moeder is er ook, Veronique. En Leontien van Moorsel is er ook. Hartelijk welkom. Jorjen, wanneer dacht jij, ik wil ook een sixpack? Weet je dat nog? Ik denk dat het best wel lang geleden is. Ik denk rond de periode dat ik naar de brugklas ging. Dat ik, 12, 13 jaar? Ja, zoiets denk ik. Ja, ik was vrij onzeker van mezelf. En wat ik me nog wel goed kan herinneren is één moment. Was een meisje waar ik op dat moment verliefd op was. Die rende helemaal enthousiast naar zo'n frisdrankautomaat, waar dan zo'n sporter afgebeeld stond, ook met zo'n sixpack. Ja, en die was helemaal enthousiast van, oh moet je kijken, die heeft een sixpack, oh wat mooi. Ik denk dat dat het eerste moment was dat ik dacht van, hé, maar als ik dus interessant en mooi wil zijn, moet ik misschien ook zo'n sixpack hebben. Ja. Ik denk dat dat het allereerste moment is dat ik daar over na ben gaan denken, zeg maar. En toen gaan trainen? Ja, ik denk dat het toen nog wel redelijk onschuldig was. Dat je af en toe een beetje sit-ups vlak voor je gaat slapen. Want hadden klasgenoten ook een sixpack? Nou, dat volgens mij niet. Maar het was een soort ideaalbeeld, zeg maar. Ja, en had jij rolmodellen of mannen of plaatjes of jongens die je kende waarvan je dacht, nou, dat ziet er goed uit? Nou, toen de tijd niet. Nee, ik had niet echt mensen waarvan ik zeg, nou, daar was ik op dat moment jaloers op. Of die had ik als voorbeeld. Nee, en dat kwam later wel? Nou, ik denk met name toen Instagram ook kwam. Dat je dan steeds vaker foto's ziet van mannen. Waarvan je zegt, ja, die zien eruit zoals ik eruit had willen zien. Ja. In de documentaire worden wat beelden getoond van mannen torso's. Laten we daar even naar kijken. Wat ik wil, zeg maar, is toch iets meer definitie. Dus je hebt hier bijvoorbeeld die lijn. Die kan je nog wel wat groter en dan wordt je borst ook wat voller. Waar ik het meest tevreden over ben, dat is eigenlijk mijn borstspieren. Die heb ik tot nu toe het best ontwikkeld, vind ik. En ik ben ook wel redelijk tevreden over mijn armen. Dus ik mag niet klagen. Wat beter kan, is mijn upper chest. Daar ben ik nu op aan het focussen. Nou, als dat wat groter wordt, dan ziet het net wat mooier uit. Dus, het plaatje wordt wat completer. Jij bent dus op een gegeven moment ook heel erg veel gaan sporten. Veel met je lichaam, op je voeding letten. Hoeveel sportte je en hoe was je met dat lijf bezig? Nou, hoeveel ik sportte? Ik voetbalde en tenniste als een soort vaste sport. Ik denk dat ik 2 keer in de week voetbalde, want de wedstrijddag dan tenniste ik vaak. En tennis was 4-5 keer in de week ongeveer. Dus naast dat voetbal? Naast het voetbal. Was zelfs op de woensdag dat had ik tennistraining en voetbal op dezelfde dag. En de tennistraining was om 7 uur afgelopen of zo. En om 7 uur startte ook de voetbaltraining. Toen ging ik met een voetbaltas met voetbalkleren en tennisrackets erin, ging ik naar de tennis. Na de tennis kleedde ik me snel om en ging door naar de voetbaltrainingen. Miste ik net de warming-up of zo. Deed je daarnaast ook nog meer? Ja, ik had meestal thuis dat ik gewoon veel krachttraining deed. Dingen als push-ups, sit-ups. Eigenlijk een beetje alles wat een beetje thuis kan, zeg maar. Elke dag? Ja, en soms ook al 2 of 3 keer op een dag. Dat zag je aan de trap hangen net. Ja, dat is ook iets wat thuis vrij makkelijk gaat, zeg maar. En wanneer had je het gevoel, dit loopt uit de hand? Kan je dat nog herinneren, zo'n soort kantelpunt? Dat je denkt van, nu ben ik goed bezig en nu misschien niet? Ik denk dat het besef bij mij, uit mezelf is dat niet gekomen, zeg maar. Op een gegeven moment, ik weet nog dat mijn moeder mij ermee confronteerde. Die zag dat het niet zo goed ging, zeg maar. Dat het niet meer gezond was. Daar is het je moeder voor, hè? Ja, die heeft dat eerder doorgehad dan ik zelf, zeg maar. Wat zag je, Veronique? Het is eigenlijk heel langzaam gekomen, hè? Heel dat proces waar we het nu over hebben. Ik zag eerst gewoon dat hij eigenlijk steeds meer ging sporten en dat hij daar gewoon heel erg veel plezier in had. Dus ja, prima.
En toen is hij steeds gezonder gaan eten. Nou, dan geef je me als moeder nog complimenten ook eigenlijk. Hij stopte met snoepen, hij dronk geen frisdrank meer. Nee, topzoon. Ja, dat dacht je op dat moment. Nou, op een gegeven moment, ja, op zondag eten we meestal dan een frietje. En op een gegeven moment wilde hij dat frietje niet meer. Moest hij een gekookte aardappel als we dan friet aten op zondag. En nou, hij kreeg ook al wel wat symptomen die ik allemaal op de puberteit eigenlijk schoof. Tot ik eigenlijk heel goed naar zijn bord ging kijken. En toen zag ik ineens van jongens, daar ligt eigenlijk alleen maar sla op. En ja, zonder het overdrijven lag er zo'n stukje aardappel en zo'n stukje vlees. En ja, toen viel bij mij eigenlijk het kwartje van ja, dit klopt helemaal niet. Dit is helemaal niet meer oké. Zullen we even kijken naar beeld, dat jullie met elkaar daarover praten? Ja. Weet je nog waarom ik deze foto heb gemaakt? Ja, volgens mij zag ik zelf ook niet in dat ik te dun was. Nee. En pas aan de hand van die foto's, ja, dat je zo zie jezelf van een andere, vanuit een andere hoek. Maar daarom had ik hem gemaakt, inderdaad. Dit zag ik niet. Maar toen je de foto zag je het wel, tuurlijk. Weet je nog? Ja. Het enige wat ik belangrijk vond, is hoe is het als ik mezelf in de spiegel zie? En eigenlijk misschien nog wel belangrijker, hoe zien anderen mij? Ja, je kwam uiteindelijk bij de dokter terecht. Die zei, als je nog even doorgaat, kan je dood neervallen. Ja. Wat deed dat met jou? Het vreemde was, lichamelijk gezien was ik er eigenlijk best slecht aan toe. Maar op dat moment voelde ik dat niet. Ik weet nog, de dag voor ik naar die dokter ging, had ik nog 2 wedstrijden getennist. En ging naar mijn idee, ging dat best prima. Dus ik had zoiets van, die gozer is niet goed snik. Maar hoe keek je naar jezelf? Want als je zo'n foto nu ziet, zag jij wat wij nu ook zien als we naar deze foto kijken? Toen ik die foto zag wel. Maar ik denk ook als ik mezelf zag. We hebben een spiegel, die is wat hoger. Dus mijn benen zag ik niet. Mijn onderarmen waren heel dun. Dat zag ik eigenlijk ook vaak niet. En ik denk toch dat ik ook wel deels een vertekend lichaamsbeeld had. Maar ik denk ook de lichaamsdelen waar het echt heel duidelijk was, die zag ik niet. En pas toen ik de foto zag, had ik zoiets van, ja, dat is toch niet helemaal wat ik voor ogen had. Ja, moest je stoppen met sporten van de dokter? Ja, niet alleen met sport. Ik heb ook een tijd gewoon thuis gezeten. Mocht alleen maar op de bank zitten met een dekentje. Als ik een boek wilde pakken om te lezen, moest ik vragen of iemand hem pakte. Want je was lichamelijk niet in staat om dat te doen? Nou ja, ik voelde mezelf hartstikke in staat. Als had je gevraagd om 10 kilometer te gaan hardlopen, zeg ik prima. Ja. Maar je lichaam kon het niet aan? Nee, en je zou weer calorieën verbranden, wat ook weer niet goed zou zijn. Want hoeveel woog je? In mijn dieptepunt was het 45,9. Zo, oké. Okay. Kon je wat voor hem doen? Ja, ik moest heel veel voor hem doen natuurlijk. Ja, als het met je kind zo slecht gaat, dan laat je alles uit je handen vallen. Dus ik ben tijdelijk gestopt met werken en ja, ben 24/7 ben ik er voor hem geweest. Ja. Ja, zes keer per dag. Ja. Hielp het, ja. Hij ging wel aankomen. Dus mooier worden. Hij ging mooier worden. Maar hij voelde zich niet mooi. En hij voelde zich eigenlijk alleen maar ellendiger. Dus in het begin denk ik van ja, weet je, hij wordt wel gezonder lichamelijk gezien. Maar mentaal ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts met hem. Dus wat vond jij het meest pijnlijke om mee te maken in dit proces? Ja, dat hij op een gegeven moment gewoon niet meer wilde leven. Ja. Jij kwam op een gegeven moment Leontien tegen bij de kapper, als ik het goed heb. Ja. Ja. Wat gebeurde daar? Dit. Wat er nu ook gebeurt. Heel veel emotie. Ja. Weet je, dat is ook zo heftig van deze ziekte. Weet je, je kind is ziek, maar als gezin, ja, je bent machteloos. En, want je zegt dat heeft gewoon invloed op het hele systeem. Op het hele systeem, op het hele gezin. En jij hebt Jorjen gebeld? Ja, ik heb Jorjen en Veronie, die zakte echt letterlijk in elkaar bij de kapper. En ik had één ding van, ik wil Jorjen dit gevoel geven wat ik nu weer heb. Dat hij ook weer gewoon een gezonde jongen die zo ziek is, die moet weer gewoon die balans terugvinden in zijn leven. Maar wat zei hij toen je belde? Ja, toen was hij niet zo spraakzaam. Ik heb de eerste keer dat ik aan de telefoon was met Jorjen, heb ik met name heel veel gesproken. En ik had met Veronie, er waren gewoon heel veel vergelijkenissen. Sport, maar weet je, als je zoveel sport zoals Jorjen deed en wat ik ook heb gedaan, dan is sport eigenlijk helemaal niet meer leuk.
Want dan moet je sporten. Mm. En als je moet sporten, dan is het dwangmatig. En dan is het eigenlijk niet leuk. Dus dat heb ik hem duidelijk gemaakt van... Jorjen, ik heb op een andere manier leren sporten. En ik heb in die moeilijke periode heb ik heel veel gouden plakken gewonnen. Maar het heeft mij niet gelukkig gemaakt. En de eetstoornis overwinnen, dat heeft mij mijn leven teruggegeven. En ja, ik wil dat jij ook weer je leven terugkrijgt. En dat je gewoon weer gelukkig wordt. En daar wil ik je bij helpen. Was dat moeilijk omdat hij een jongen was? Want jij hebt natuurlijk heel veel gedaan voor meisjes met eetstoornissen. Had jij zoiets van, ik weet niet of ik dat wel kan met een jongen? Of denk je daar helemaal niet over na en denk je van... Nee. Dit is hetzelfde probleem. Nee, ja, dat is hetzelfde probleem. Ja, en ik zag gewoon heel veel vergelijkenissen. En weet je, ik ken Jor nu 6 jaar. En ja, weet je, het had ook een kind van mij kunnen zijn. Weet je, hij wil ook alles perfect doen in zijn leven. En... ja, hier zijn we. Ik heb hem echt geleerd dat je niet 20 kilometer per uur hoeft te rennen. Dat gewoon 10 kilometer per uur lopen, dat ook heel leuk is. Zullen we er even naar kijken? Want hij loopt jou er gewoon uit, toch? Echt. Ja. Moeten we en hoe is de rest van de week gegaan dan? Ja, gewoon wel iets minder energie voor mijn gevoel. Maar ik ben wel gewoon geweest te werken en alles. Dus niet altijd evenveel zin in, maar... Ja, maar dit. Nu heb je het over je fysieke. Ja. Maar in je koppie dan? Oh, ja. Hoe slecht moet dit dan voor mijn moraal zijn? Ja, dat weet ik loop niet te hijgen als een paard. Jij bent een hele week ziek geweest. Ik kan nog aardig lullen, hoor. Dus, en jij loopt met 2 vingers in je neus. Wat moet ik dan nu doen? Nou, tandje bij. Nee, dan moet ik ook heel negatief gaan denken. Ja. Wel heel bijzonder dit, hè? Ja, dat je gaat hardlopen ook weer samen. Is dat logisch? Ja, nu, weet je, Jor ziet er nu veel sterker en veel mooier uit. En wel op een andere manier sporten. Dus niet meer 20 keer in de week. Ja. Maar gewoon als hij uitgerust is en als hij er zelf zin in heeft. Ja, en ook... niet van het stemmetje in zijn hoofd. Ja. En ik denk dat daar een heel groot verschil in zit. Ja, en ook wel iets wat ik echt van jou geleerd heb, is ook dat het niet alleen maar om prestatie gaat. Dat het, met het sporten gaat het ook om de gezelligheid. En niet alleen maar dat het harder moest. Ja, je ging de eerste keer tennissen op hakken, klopt dat? Ja. 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 Nee, om hem te laten zien dat, weet je, ik kan goed fietsen, maar tennissen, ik heb helemaal geen balgevoel. En ik wilde hem gewoon laten zien, weet je, het maakt helemaal niet uit. Je hoeft niet alles wat je doet, hoef je perfect te doen in je leven. Ja. Dus Hoe belangrijk is zij voor jou geworden? Ik weet nog heel goed ook op dat tennis terugkomende. De eerste keer dat ik weer de baan op mocht, ik had er echt helemaal geen plezier meer in. Vroeger had ik zoiets van, ik ben best goed voor mijn leeftijd, ik raak een lekker balletje. Je hebt er zo lang niet gestaan, het ging voor geen meter meer. En dan komt zij op de hoge hakken de baan op, om even te laten zien dat het ook anders kan. En zij heeft mij heel goed leren relativeren op die manier, okay. Zeg maar. En ook op moeilijke momenten, kun je haar dan ook bellen? Zeker. Ja, en ook momenten dat ik zelf niet het initiatief nam om te bellen. Maar dan zat mijn moeder met de handen in het haar. Die belde dan Leontien op en die kon mij dan op zo'n moment rustig krijgen. Vind je, hoe lang is Leontien voor jullie geweest? Ja, heel belangrijk. Ja. Nou, Jor en ik hebben best een hele goede band. En we hebben eigenlijk heel die periode wel heel goed met elkaar kunnen praten. Hij is ook altijd heel eerlijk geweest tegen mij. En ja, dat was super fijn. Maar er zijn wel momenten geweest dat ik echt... het gevoel dat ik hem kwijtraakte. Dat hij ook met mij niet meer in gesprek wilde. En dan belde ik eigenlijk altijd Leontien. En zij zorgde er altijd voor dat hij weer letterlijk bij ons terugkwam, zeg maar. Ja. Ja. Het is een beetje jouw levenswerk, hè? Het redden van deze mensen. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. En dit filmpje doet me ook heel goed om dit te zien. Want Jor, 3 jaar geleden, als ik dan met hem ging lopen... dan zei hij misschien tijdens een duurloop van een uur 3 zinnen... en nu lult hij de oren van mijn kop. En kijk. Dat is zo mooi. Weet je, we zijn er nog lang niet, maar om dat verschil te zien. En ik zie nu weer gewoon stralende bruine ogen. En dat is mooi. Ik krijg er energie van. Kun je hier helemaal van herstellen? Je hebt natuurlijk kilometers gemaakt. Ja. Gaat dat... Kan het nog beter? Kun je hiervan genezen? Ja, denk het wel. Ja? Op dit moment, ik ben er nog niet. En ik vind het zelf ook moeilijk te zien hoe ik de progressie boek. Ook omdat ik mezelf elke dag zie en het gaat gewoon echt heel langzaam.
Maar zeker als ik terugkijk naar een aantal jaar geleden. En waar je vandaan komt? Waar ik vandaan kom, dan merk ik wel echt dat er gewoon op verschillende gebieden gewoon hele grote verschillen zijn alweer. En dat het echt wel de goede kant op gaat nu. En nu even, nadat je zo'n goede vriendin hebt, ook nog even wat mensen van je eigen leeftijd weer vinden. Ja. Om je nog lekkerder te voelen. Ja. Nou, die heeft hij al gevonden, hoor. Ja. Dus ja, ik ben niet een beetje trots. Ik ben ongelooflijk trots op hem. Hij zet zulke grote stappen. Ik ben echt heel trots op hem. Ja. Gefeliciteerd hoe ver je gekomen bent, hoe ver jullie samengekomen zijn. Ja, met elkaar. Ja. Dat hebben we echt met elkaar gedaan. Ja. Mooi. De documentaire Ziek Gespierd is te zien op nrc.nl. Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Charles en Carrie. We danken al onze gasten. Een hele fijne avond. Tot morgen.